Levi, maat. Weet je nog, op Papendal, 5 jaar geleden, in het talententeam van Atlantiek Unie, dat we besloten hadden om met z'n allen een video te maken, omdat de DPT naar de Paralympische Spelen ging in Rio. Nu sta ik hier voor jou, maat, dezelfde video te maken, 5 jaar later. Gast, succes. Je hebt het gemaakt, je staat op te spelen. Dat wat je wilde, dat was een droom. Nu op naar de volgende droom, een plak. Je kan het. Succes. Loop je eigen race, concentreer op jezelf en kijk pas naar de finish, waar je staat. Later man, succes. Nou, als beste, dat wil ik niet meteen zeggen, maar inderdaad heb ik zelf ook met Levi mogen waterpolen. En dat was al een poosje terug, maar dat was altijd wel heel fijn, moet ik zeggen. Ja, dat het grootste probleem voor hem was ook dat hij het staan zelf, toen zijn onderbeen er nog aan zat, dat was gewoon heel erg lastig voor hem. Maar in het water, en daar heb ik zelf ook profijt van, mijn enkels zijn ook niet meer juf van het. Maar in het water kun je het echt, dat soort handicap heb je dan geen last van. En met waterpolen maak ik ook heel veel van arm en bovenlichaam gebruik. Dus dat ging uitstekend bij Levi. Ja, nou, dat zit in het jongetje zelf. En dat mag ik denk ik wel zeggen, ik ben nog wat ouder dan Levi. Maar hij is gewoon heel erg ambitieus. En de dingen die hij doet, wil hij ook gewoon perfect en goed doen. En hier lag gewoon een enorme kans voor hem. Ja, heeft in een hele korte tijd heeft ze zich weten ontwikkelen. Keihard voor moeten werken, maar dat geldt voor iedereen. Talent is er dan wel en de wil, maar je moet het ook kunnen. En ik denk dat het super is dat hij dat nu gehaald heeft. En ja, petje af hoor, dat is echt geweldig. En ja, hij gaat ook hele mooie resultaten, ik weet zeker. Wij doen mee aan het project Uniek Sporten, heet dat. Dat is een loket waar mensen met een beperking zich kunnen melden om te kijken waar is het meest passende om te sporten. We kennen diverse G-sporten, G-elftallen met name bij voetbal, maar niet elke sport, als je wil rolstoelbasketballen bijvoorbeeld, ja, dan hebben we daar gewoon zo weinig mensen voor, dan moet je al naar een wat grotere plek. Nou, wij doen mee aan het project Uniek Sporten, wordt samen met jou wordt dan gezocht naar een plek waar jouw hobby of wat jij graag wil kunt doen. We hebben al een groep zwemmers bij de zwemclub. Dus mensen met een verstandelijke beperking, dat heet de groep Dolfijnen. Die maken daar ook gebruik van, dus daar hebben we zelf al een faciliteit. Nou, zo wordt er dus gekeken waar je het meest passend je sport kunt doen. Ja, dat is heel divers. Een heel divers elftal. Mijn zoon speelt in Vianen bij het G-elftal. Heeft een bestandelijke beperking. Maar er zitten ook mensen met een meer lichamelijke beperking. Het is gewoon een groep jongens die op een plezierige manier met elkaar omgaan. Die ook niet alle spelregels van voetballen helemaal hoeven na te leven. Ook een kleiner veld. Maar het gaat daarbij neer om de gezelligheid, maar ook om het sportief bezig zijn. En ze trainen ook. Ze hebben hun wedstrijden. En spelen ook gewoon tegen clubs uit de directe omgeving. Ja, we zijn met verschillende punten zijn we bezig om te kijken wat er als er al te harmoniseren. Maar dit is dan even toch nog even een stap te ver. Dan gaan we echt vanaf 1 januari oppakken. Dan gaan we kijken welke zaken hebben we allemaal precies al draaien. Kijk, draait al met Uniek Sporten. Die hebben een breedte sport inzet. En we kijken of dat al matcht met de andere gemeentes. Straks 1 gemeente. Maar we hebben in principe van alles 2 jaar de tijd gekregen. Maar we willen toch zo snel mogelijk naar 1 uitgangspunt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet gekeken naar zijn concurrenten en hoe snel die lopen. Maar Levi kennende zal hij zijn uiterste best doen om zijn beste prestatie neer te zetten die hij tot nu toe heeft gehad. En dat geeft hem toch een hele grote kans op op misschien wat meer eremetaal. Ik ben Levi Vloed. Ik kom uit Linden. Ik kom uit in de klasse T64. Ik doe als onderdeel de 200 meter sprint. Mijn klassificatie houdt in dat ik een enkele onderbeenamputatie heb. En ik loop dus ook tegen mensen die aan één kant een bleed gebruiken. In de 200 meter zijn we alleen met de T64 atleten. Dus alleen de enkele onderbeen atleten. En niet tegen de dubbele bleeders, omdat die iets te veel voordeel hebben op een 200 meter. Mijn doel is sowieso om een PR daar te lopen. En daarmee ook de finale te halen. En vanuit daar zien we verder. Ja, heel, heel dat het
sowieso heel vet gaat worden. Wel anders dan normaal natuurlijk. Maar ik denk nog steeds dat het een enorme indrukwekkend toernooi gaat worden. Dus dat verwacht ik. Ah, Levi, ik hoop dat je het heel erg naar je zin hebt daar in Tokio. Je hebt veel moeten doen die je moet halen, maar uiteindelijk met succes. Wat sowieso al super knap is. Ik vind het ook heel tof om te zien dat je jouw enthousiasme voor de atletiek door wil geven aan de nieuwe generatie atleten. En bij Nijmegen Atletiek willen we jou er altijd bij blijven helpen natuurlijk. En ik wens je gewoon super veel succes daar, geniet er vooral van. En ik hoop dat je met heel veel verhalen terugkomt. Succes! De IPC Atletencommissie, daar mag ik namens Nederland dan voor kandideren. Ontzettend gaaf. De Atletencommissie is eigenlijk een soort adviesorgaan voor het IPC-bestuur, waar alle beslissingen worden genomen. En de atleten die daar dan in zitten, die vertegenwoordigen eigenlijk samen de stem van de atleet. En ik vind het onwijs gaaf dat ik dat namens Nederland mag doen, want uiteindelijk gaat het om de atleten. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat die uiteindelijk hogerop in de beslissingen worden meegenomen, wat hun mening daarin is. Dus ik hoop dat er een heleboel mensen op mij gaan stemmen. Dat het natuurlijk nog zichtbaarder wordt en dat iedereen op de wereld Paralympische Spelen kent. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Dus het is zeker, als je het vergelijkt met 2008, hè, want zo lang zit ik er dan natuurlijk al bij. Zijn er zeker stappen gemaakt. Heel gaaf. Maar er is nog zoveel ruimte voor nog meer. Ja. Maar mensen moeten er ook bekend mee raken. Dat is altijd het eerste. Ja. Als ze het een keer hebben gezien en ze vinden het tof, dan gaan ze het zeker nog een keer kijken. Ja. Ik denk dat we zo langzaam met z'n allen een beetje uit moeten bouwen. Dus ik hoop dat we als Team NL mooie prestaties neer gaan zetten. En dat zo de aandacht voor Paralympische Spelen nog meer groeit. Yo bro, ik wens je heel erg veel succes daar in Tokio. Je weet wat je moet doen daar, je bent ready, dus het komt allemaal goed. Neem die gouden plak mee naar huis en ik ben sowieso trots op je maat. Succes daar!